De maandwissel verliep somber, kil en druilerig. Inmiddels breekt de zon alweer wat vaker door. Bij de 30daagse weerswachting gaan we kijken of dat deze maand vaker gaat gebeuren. Achter mij de weerkaart voor de periode 5 tot en met 12 juli wat betreft luchtdrukafwijking ten opzichte van normaal. Wat we zien is dat lage drukgebieden, depressies, vrij zuidelijk op de Atlantische Oceaan te vinden zijn. Via de Britse eilanden heel makkelijk richting het zuiden van Scandinavië trekken. En tegelijkertijd hoge drukafwijkingen, bijvoorbeeld boven het Europese deel van Rusland. Ook ten zuidwesten van IJsland. Alhoewel, dit hoeft niet per se een daadwerkelijk hoge drukgebied voor te stellen. Waarschijnlijk heeft het er vooral mee te maken dat de lage drukgebieden, die normaliter hier zijn terug te vinden, wat meer naar het zuiden gericht zijn. Lage druk in ieder geval ook in onze omgeving en dat veroorzaakt wisselvallig en koel weer. De temperatuur lijkt in deze week zelfs iets onder de norm te presteren en dat met name ook in Frankrijk en zelfs in delen van Portugal. Veel warmer is het onder invloed van hoge druk in bijvoorbeeld Europees-Rusland, maar ook grote delen van Scandinavië. De neerslag ja, die is natuurlijk veel meer dan gebruikelijk. Want die lage drukgebieden brengen regelmatig regenstoringen met zich mee via de Britse eilanden, de Benelux, helemaal tot het zuiden van Scandinavië. Droog is het in het Middellandse zeegebied, zelfs nog wat droger dan normaal. Maar bij ons valt er dus duidelijk meer regen dan wat we gewend zijn in deze fase van juli. De pluim laat zien dat de temperaturen ook wat aan de gematigde kant zijn. We komen smiddags zo rond de 20, 21 graden. Nou, 2, 23 graden is in deze fase van juli vrij normaal. Dus we scoren wat matig. En dat blijft voorlopig zo, al zien we wel met een beetje fantasie dat over een uh, 10, 15 dagen de temperatuur weer heel voorzichtig wat omhoog wil gaan. En dat kan ook wel eens gebeuren, want we zien op de weerkaarten toch wel wat veranderingen. Die lage drukgebieden hebben minder kans om door te dringen tot onze omgeving. We zien namelijk wat meer afwijking in de plus van de luchtdruk. En dat moet ervoor zorgen dat het duidelijk wat droger wordt bij ons. En met wat meer instraling van de zon zal de temperatuur daar ook wel wat op gaan reageren. Bepalend voor het weer op de wat langere termijn is vooral de ligging van de straalstroom. Straalstroom is een wind op grote hoogte of een band met hoge windsnelheden, moet ik eerlijk gezegd zeggen. En die wordt versterkt door het verschil in temperatuur tussen de poolstreken en de gebieden rondom de Evenaar. In de winter is die straalstroom echt een flinke rivier van hoge windsnelheden rond de 50-60 graden Noorderbreedte. Maar in de zomer, wanneer het verschil tussen een poolgebied en de Evenaar veel minder is wat temperatuur... ...zul je zien dat die straalstroom niet een strakke west-oost gerichte rivier is, maar dat het meer een kabbelend beekje is... Die een beetje heen en weer gaat en soms zelfs helemaal droog valt. En dat is ook op dit moment het geval. En dat maakt de verwachting voor de wat langere termijn heel lastig. Want laat ik het maar zo zeggen: de verwachtingen voor de komende 20 tot 30 dagen vooruit. Zijn echt legio. Er zijn berekeningen waarbij hoge druk wat meer ten noorden van ons terechtkomen, ten oosten, ten zuiden of ten westen. Het gevolg is dat als al die verwachtingen op een hoop worden gegooid, je een verwachting krijgt waarbij de luchtdrukafwijking bijvoorbeeld minimaal is. Oftewel, er is eigenlijk geen signaal. En dat zien we ook terug bij de neerslagafwijking en in mindere mate bij de afwijking van de temperatuur. Als we dat allemaal dan in de staafgrafiekjes wegzetten. Dan zien we dat de aankomende week dus duidelijk wat koeler, natter en dus wisselvalliger is. In de week van 12 tot 19 juli herstelt het weer. Het is wat droger, de temperatuur gaat weer wat omhoog. En dan in de derde en vierde week, tot en met 6 augustus, zien we eigenlijk geen signaal. Het kan daadwerkelijk alle kanten op. De 30-daagse weersverwachting houdt wat dat betreft dit keer op bij zo'n 15 dagen vooruit. Nou, of dat volgende week ook zo is. Dat bekijken we dan weer dinsdag tekstueel op onze website. En vrijdag volgt er ook weer een videobericht. Tot de volgende keer.